Hallo, nu ga ik jullie laten zien hoe je in CoManage de tijdsregistratie kan toevoegen. Bovenaan zie je de timer en dan klikken we op het pijltje. Nu kunnen we een pop-up zien waarin dat we onze klant, ons project, de fase en de taak gaan selecteren. Je kan hier zoeken naar een project. We zien ook dat direct de juiste klant geselecteerd wordt, de fase van het project en de taak waarop dat we een uur gaan registreren. We kunnen hier nog wat extra info toevoegen, of een omschrijving. En we kunnen aangeven of het billable is of niet. Dan kunnen we een timer starten. Je ziet automatisch dat de timer begint te lopen en bovenaan in de balk blijft deze staan. We kunnen de timers pauzeren of stoppen. En ook is het mogelijk om manueel uren toe te voegen. Ik klik dan hier, we selecteren terug het project. Fase of de taak, je kan zelf kiezen waarop dat je wil. En we geven een starttijd in, 9 uur. En de aantal uren dat we gaan loggen. Daar geven we nog een omschrijving mee. En we kunnen ook kiezen voor welk teamlid we dit gaan doen. Je ziet direct in het overzicht de gepresteerde tijd.